De belangrijkste natuurrampen zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunamis en tropische orkanen. De aarde bestaat uit drie lagen: de aardkern met ijzer, de mantel uit stroperige gesteente en de aardkorst is de schil van hard gesteente waarop land en zee liggen. Losse stukken aardkorst drijven op de aardmantel en bewegen ten opzichte van elkaar. Dit noem je platentektoniek. Aan de randen van aardkorstplaten komen vooral aardbevingen, vulkanen en tsunamis voor. Een aardbeving ontstaat door de verschuiving van een aardkorstplaat. Bij het epicentrum is de beving het krachtigst. Een aardbeving meet je met de schaal van Richter. De schaal loopt van 1 zwak tot 12 sterk. Een beving in de zeebodem kan een tsunami veroorzaken. Bij vulkanen komt vloeibaar gesteente aan het aardoppervlak. Magma komt door de aardkorst omhoog. Tijdens de eruptie komt de er lava, as en gas uit de krater van de vulkaan. Zo kunnen lage as en lava een vulkaankegel opbouwen. Vulkanische gebieden in ondiepe oceaangedeelten noem je mid-oceanische ruggen. Tropische orkanen ontstaan op lage breedte, waar het zeewater 26 graden is. Ze hebben windsnelheden van meer dan 200 km per uur. In het oog van de orkaan is het windstil en onbewolkt. Langs de kustlijn richten de orkanen de meeste schade aan. Andere namen voor een tropische orkaan zijn cycloon, hurricane, tyfoon en willy-willy. Natuurrampen. Maak in arme landen meer slachtoffers dan in rijke landen. Maar de schade in rijke landen zoals Japan is groter. Nederland kent geen grote aardbevingen, tsunamis, vulkanismen of tropische orkanen. Wel zijn er grote overstromingen van de zee geweest. En overstromingen van de rivieren. Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Door het versterkte broeikaseffect en de bodemdaling neemt het overstromingsgevaar toe, met dramatische gevolgen. De Maas en de Rijn stromen door het Nederlandse laagland. Deze rivieren komen vanuit de bergen naar Nederland en monden stroomafwaarts in de Noordzee uit. Een gebied dat al het regen- en smeltwater via één rivier naar zee laat stromen, noem je een stroomgebied. In stedelijke gebieden kan het water niet meer in de grond dringen en stroomt het direct naar de rivier, waardoor de piekafvoer groter wordt. Door de dijken vindt sedimentatie alleen in de rivier plaats, waardoor de rivier steeds hoger in het landschap komt te liggen. Als rivieren de grote hoeveelheden regen niet kunnen verwerken, ontstaan er overstromingen.